Zagmoeder van de Zalm en de Zijn en de Wanning heet ook ik van harte welkom aan boord van deze Boeing 77, vlucht OR 5459, met bestemming Las Palmas de Gran Canaria. Vliegtuig dan naar Gran Canaria, heeft zojuist vanaf de zagmoeder kunnen nemen. Het zal vandaag 4 uur gaan bedragen. Ter voorbereiding om de start te vragen, zo direct volledige aandacht voor de vliegveiligheidsdemonstratie. Mocht u achteraf na het zien hiervan nog enkele vragen hebben, aansturen niet het cabine personeel te vragen.
Dames en heren, vanuit cockpit. U zal het gemerkt hebben, we waren heel mooi en netjes voor de baan. Was alleen een ander vliegtuig op de baan, waardoor ze gevraagd hebben of wij een doorstart wilden maken. Zo'n doorstart gaat altijd gepaard natuurlijk met wat motorvermogen, waardoor we dus weer een hoogte moeten gaan aannemen. En op dit moment worden we weer opgeleid om een nieuwe nadering te mogen maken. Thank you.
waar we zojuist zijn geland op de luchthaven van Las Palmas, de Gran Canaria. Wordt verzocht nog even te blijven zitten met hun stoelriem goed gesloten, totdat zo direct het vliegtuig geheel tot stilstand is gekomen en het teken riemenvast niet meer langer is verlicht. Past u dan op bij het openen van de bagagebakken, want bagage kan verschoven zijn en eruit vallen. Maak op het moment dat roken op de meeste luchthavens tegenwoordig niet meer is toegestaan. Wij vragen dan ook de lokale regels in acht te nemen. Lokale tijd, het is inmiddels 4 in de middag en de buitentemperatuur bedraagt 24 graden Celsius. Namens TUI, gezagvoerder van de zalm en zijn gele waning, neem ik hierbij afscheid van u. Wij hopen dat u deze middag een plezierige vlucht heeft gehad. En wens u een heel fijn verblijf hier op Gran Canaria. En hoop in de nabije toekomst nogmaals aan boord van onze vliegtuigen te mogen groeten. Dames en heren, dank u wel voor het kiezen voor TUI en graag tot ziens. Thank you.